Woorden uit het nieuws die deze week boven kwamen drijven, maar nog even in de week moeten liggen om rustig te bezinken. Verwijdercentrum. Ik heb het geweten. Ja. Help me nog even. Ja. Verwijdercentrum. We hebben er één van in Ter Apel. Dat was het. En uitgeprocedeerde asielzoekers moeten zich daar vrijwillig melden om verwijderd te kunnen worden. Doen ze dat ook? Nou, van de 200 die zich moesten melden, is de helft niet aangekomen. Je zat er in de file bij Zwolle. Ik denk het. Een kwart vertrok met onbekende bestemming. Ja. En 18 hebben zich daadwerkelijk laten verwijderen. Ja, het is ook heel paradoxaal natuurlijk. Een plek waar je naartoe moet om je te laten wegsturen. Dus ja. Ik kom u verlaten. Ja. Ik blijf bij je weg. Dat is Oost-Groningen, toch? Oost-Groningen. Nou, ik vind het wel een stuk duidelijker geworden, het beleid. Eufemismen als het grenshospitium, dat durven we niet meer te gebruiken. Verwijdercentrum, het is wat het zegt. Je gaat er naartoe om verwijderd te worden. Nu nog op eigen gelegenheid, maar straks gedwongen met de trein. En dan heet het weer gewoon deportatiekamp. Kijk, het ligt op de grens. Het is vlakbij Duitsland. Op de grens? Ja, op de grens. Dus als je aan de voorkant erin gaat en de achterkant eruit, ja, dan ben je al verwijderd. Nee, maar in Duitsland, nou ja, dan heb je jezelf verwijderd. Het land van herkomst. Dus Somalië, Afghanistan, Oost-Timor. Ja. Dus Nederlanders komen er niet in het verwijdercentrum? Nee, alleen voor buitenlanders. Die gaan niet op eigen houtje naar het verwijdercentrum? Nee. Portiers, bewakers. Dat is jammer eigenlijk. Ik ken nog wat Nederlanders die ik graag verwijderd zou willen zien. Uitgeprocedeerde topcriminelen. Dat je zegt, verwijderen. Naar Ter Apel? Ja, voor iedere vastgezette crimineel. Ja. Dat er één illegaal kan blijven. Nou, Ter Apel? Nee, Archeon. Het Archeon gaat toch dicht? Archeon gaat dicht. Dat wordt in zijn geheel verwijderd. Dat geloven de mensen ook niet. Ja, dat die mensen die er zitten uit de prehistorie komen, die zien om 5 uur in een Opeltje zitten, dan gaan ze naar huis. Herken je bij het stoplicht, die man met die beren uit. Dat werkt niet. Ja. Dus als je nou, niet zo gek hoor, uitgeprocedeerde topcriminelen veroordelen tot 10, 15, 20 jaar Archeon. Ja. Dat ze daar gewoon weer van meet af aan met niks, vuur met stokjes, gras eten, elkaar de hersens inslaan. Publiek kan kijken. 10 meter hoge muren. Kijk, gaat er omheen. Wereldattractie. Wereldattractie. Denk je niet? Ja, die gewonde bewondering, bewondering op televisie. Ja. Er is ergens een ramp gebeurd. Er is altijd ergens een ramp dan gebeurd. Dan zijn er 10 keer zoveel cameraploegen als reddingswerkers. Ja. Maar nog krijg je onze gewonden niet goed te zien. Precies, en het zijn onze gewonden hoor. Het is gelukkig geen familie, maar we zijn wel Nederlanders. Ze willen daarmee mee meeleven, met onze gewonden. Dus er moet gewoon ieder uur van de dag een journaal zijn dat laat zien hoe het met onze gewonden is. Ja, maar je krijgt ze niet goed te zien. De ambulances rijden af en aan. Je krijgt geen gewonden te zien. Maar je krijgt de gewonden niet. Of onder de dekens. Daarom stellen wij voor dat alle Europese ambulances worden uitgerust met binnenkamers. Dat je goed de gewonden kunt zien. Want hoe kan je je verdriet kwijt als je de gewonden niet te zien? Daar kun je toch niet mee meeleven? Nee. Dus wij willen een speciaal gewondenkanaal waarop je de hele dag kunt zien hoe het met onze gewonden is. Dat je je medelijden kwijt kunt met de gewonden. Want het zijn onze gewonden, hoor.